Hallo, ik ben Ariadne en ik zorg voor 12 honden op straat al voor een jaar of drie. 'S Morgens vroeg om 9 uur begin ik met mijn rondje. Bonita, mijn hondje, gaat altijd mee. Ik rij eerst naar Rooi Rincon, waar ik nu ongeveer een kip of 8 voer en hanen. Daar kijk ik ook wat er gedumpt wordt is aan dode honden. Zijn daar honden gedumpt, dan doe ik die in zakken en leg ik die aan de overkant van de straat, zodat CD-Cor ze op kan ruimen. Op de weg van Rooi Rincon naar de Meteo, waar ik nu momenteel 4 honden voer. Daar heb ik er in het verleden veel meer gevoerd. Er zijn er nu 4. Bobby, een grote witte. Jimmy, een reutje. Mia, een klein bruin en zwart hondje. En Lily, een klein bruin hondje wat nog heel erg schuw is. Deze honden die zitten al een jaar of veel bij de Meteo. En sinds ongeveer een aantal maanden, maand of 9 denk ik, krijgen ze voer via Feed Friends. Ik breng dat elke 3 dagen en ik geef deze honden ook elke ochtend een klein hapje met een beetje vlees, wat ze gewend zijn van vroeger. Ik behandel ze ook met NexGard en Bobby die heeft een tijdje terug mastceltumoren gehad en die zijn gelukkig met financiën van de Meteo of van de ANSP is die geopereerd en is zijn mastcel verwijderd op 30 december en het gaat nu goed met Bobby. Op weg van de Meteo naar de Citex, daar zitten 3 hondjes van mij al ook een aantal jaren, een jaar of 3 al. Mientje, een oud zwart hondje en Tika, een klein ruwharig hondje wat ook nog erg schuw is voor mensen. En nu loopt daar sinds een aantal maanden een grote hond, Big Boy, heel toepasselijk genoemd. Die krijgen van mij ook eten met brokjes en ook weer vlees en een beetje kippenbouillon erbij. Die behandel ik ook allemaal met NexGard, die zijn pas geleden allemaal ontwormd. En by the way, alle hondjes die in mijn groep zitten, die zijn allemaal gesteriliseerd en gecastreerd. Op Big Boy na, want die is nog zo schuw, die kan ik momenteel nog niet pakken, maar dat komt nog. Dat zijn mijn hondjes. Bij mij thuis voor zitten 3 hondjes, Hank, Louis en Roddy. Dat zijn ook straathondjes. Die krijgen van mij meestal 's avonds, zijn ze er. Die krijgen een flinke bak eten met vlees. Die zijn ook van de week allemaal ontwormd. Die worden ook allemaal behandeld met NexGard. En die zijn vorige maand, alle 3 zijn die gecastreerd. Met dank aan Stichting Dierenhulp. En dat is mijn dag. Dat doe ik elke dag, 7 dagen in de week, 365 dagen in een jaar. Geen vakantie, want die honden moeten ook eten hebben. Elke dag, net zoals wij. Aangezien ik gewoon een particulier ben en geen stichting, dus ook veel minder donaties krijg, ik maak spulletjes van kokosnoten. En dat heet ook Davari Coco Art. En onder andere een leuk visje. Mijn man helpt mee, vandaar dat de Da van David en Ari is van Ariadne. Vogelhuisjes. En ik sta heel regelmatig op markten, zoals bij Landhuis Ascension op de eerste zondag van elke maand. Daar verkoop ik al mijn spulletjes. Daar heb ik ook mijn hond staan. Help de straathonden. En voor donaties die mensen eventueel kunnen geven. Alle opbrengst van mijn Davari Coco Art gaat naar de zorg voor de straathonden. Halsbanden, NexGard, ontworming, dokterskosten, extra voer, blikvoer, vlees, noem maar op. En zo kan ik dat een beetje beter bekostigen. Momenteel ben ik bezig om een vaccinatieactie voor honden op poten te zetten met hulp van dokter Comenentia. Die is dan de dierenarts. En we mogen ook zijn praktijk gebruiken op Terracora. En die vaccinatieactie die gaat voornamelijk voor de mensen die het niet kunnen betalen, om die honden toch allemaal op zijn minst 1 vaccinatie te geven. En dat is dan tegen de hondenziekte, tegen de parvo. Dat zijn de 2 belangrijkste. Mede willen we daar ook meteen de honden behandelen tegen de vlooi en karpatten, teken. En allemaal een ontworming geven, in ieder geval 1 keer. Dat kost natuurlijk handenvol geld. Dus al mijn opbrengst van de Davari Coco Art, die gaat momenteel allemaal naar die vaccinatieactie. Om dat allemaal te bekostigen. Ik wil namelijk niet dat dokter Comenentia veel geld moet uitgeven voor die actie. Het is mijn actie en ik wil dat graag zelf op poten zetten. En ik moet zeggen, ik heb al genoeg ontworming bij elkaar verzameld voor 40 honden.
Nu ben ik bezig om de vaccinaties bij elkaar te verzamelen. En we willen proberen om 50 honden te gaan vaccineren. Dus ik heb 50 vaccins nodig. Dus ik moet nog even sparen en even spulletjes maken en verkopen. Zodat we die vaccinaties in ieder geval kunnen kopen. Daarbij ben ik ook op zoek naar of NexGard voor alle honden. Dat kost natuurlijk ook een hele hoop geld. Of de pipetjes tegen de vlooien en tegen de karpatten. Dus als iemand mij wil helpen hiermee, heel graag. In deze video zal de maker daarvan een link leggen naar mijn Facebookpagina. En dat is Ariadne Bird, B-I-R-D, de Engelse vogel. Zodat mensen daar een contact kunnen leggen eventueel voor meer informatie of voor doneren of een praatje. Allemaal heel hartelijk bedankt voor het bekijken van deze video. En ik hoop in de toekomst in contact te komen met mensen. Ajo!